Ik loop nu naar het station, want mijn stagedienst begint om 7 uur. En ik moet naar Apeldoorn en dan ga ik met de trein en de bus. En ik ben nu onderweg. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. Doei! Ja, ik vind stage heel erg leuk en ik vind het eigenlijk wel jammer dat we maar 20 weken per jaar hebben. Je krijgt blokstages van 20 weken en dat is eigenlijk in elk leerjaar hetzelfde. En dat is vaak de tweede periode van het leerjaar waar je in zit. En het zijn 3 dagen in de week en dan vaak op maandag, dinsdag of woensdag. Ik ben net aangekomen op mijn stage. Dat is op Landzorg, de locatie De Heemhof. Dit is een afdeling met 31 mensen en daar werken we kleinschalig. Je begint 's ochtends vaak om 7 uur. Dan ga je de overdracht van de nachtdienst krijgen, hoe het die nacht is geweest. Dan ga je de mensen wassen. En dan heb je om 10 uur heb je pauze, koffiepauze. Dan ga je daarna de mensen naar de wc brengen. En tegen die tijd ga je ook nog met de mensen wat leuks gaan doen. Dan hebben we om 11:30 hebben we een middagpauze. Dan gaan we eten met de mensen. En dan 's middags eigenlijk weer de mensen naar de wc brengen, rapporteren en verder de dag bespreken hoe het ging. Ik heb net mensen gewassen om mijn stage. En nu is het 9 uur en gaan we even een kopje koffie drinken. Dus ik ga lekker genieten van een kopje koffie. Want daar heb ik echt wel zin in, na zo'n drukke ochtend. Dus proost. In het eerste leerjaar word je gewoon meegenomen door je werkbegeleider. Ga je samen de mensen leren kennen, samen wassen, samen aankleden. En je wordt eigenlijk gewoon helemaal begeleid. In het tweede leerjaar word je gewoon echt wat meer vrijgelaten. Ga je dingen zelfstandig doen, zoals zelfstandig medicijnen delen als je dat mag. Zelfstandig wassen, zelfstandig af en toe een dienst draaien. En in het derde jaar moet je eigenlijk gewoon zelfstandig alles kunnen doen, want dit is ook het laatste jaar van je opleiding. Zo, mijn dag zit erop. Ik heb gewerkt van 7 tot 4:30. Ik heb een enorm leuke dag gehad, veel gedaan. Veel gedaan met de mensen, gewandeld, geschilderd met de mensen. En morgen heb ik weer een dagdienst van 7 tot 4:30. En nu ga ik lekker gewoon op de bus wachten naar het station. En dan ga ik lekker naar huis. Doei!